trap. 'S Morgens vroeg om kwart over. Wat is de fietsbus? Ja, we zitten hier dus boven in een oude Engelse dubbeldekker die we 2,5 jaar geleden hebben omgebouwd tot een soort van kinderspeelparadijs. Beneden hebben we een dolfje in elkaar gezet en daar kunnen kinderen doorheen. Er zijn er verschillende puzzeltjes en ze kunnen een verhaaltje maken. De achterwand van de Vibus is een grote whiteboard. En hier hebben we dus allemaal van deze tafeltjes waar kinderen spelletjes op kunnen doen of kunnen knutselen. En we hebben verschillende interactieve spelletjes op iPads. In december 2016 zou Fiep 100 jaar zijn geworden. En toen wilden we dat eigenlijk vieren. En er zijn heel veel kinderen die gaan wel eens naar een tentoonstelling of die lezen veel. Maar er zijn ook heel veel kinderen die daar niet mee in aanmerking komen. Dus toen wilden we iets reizends maken wat eigenlijk overal naartoe kan. Fiep Westendorp is denk ik de meest bekende illustratrice van Nederland. Ze heeft onder andere Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat, Pim en Pom, Floddertje getekend. Dus echt een beeld gegeven bij de verhalen van onder andere Arnie M.G. Schmid en Mies Bouwhuis. Hoeveel illustraties heeft Fiep Westendorp ongeveer gemaakt? Oeh, ja, dat zijn er meer dan 8000. Meer dan 8000. Hoe is ooit die samenwerking tussen Annie M. Gesmied en Fiep ontstaan? Zij werkten allebei voor het Parool. Die had vroeger een vrouwenpagina. En uiteindelijk zijn zij dus samen Jip en Janneke gaan maken wat dus in de Parool verscheen. En nou ja, dat was een super groot succes. Ze bleef maar doorgaan en daarna kwam Pim en Pom in het Parool. Dat was met Mies Bouwhuis, maar zodoende. We rijden nog tot eind november, dus het is bijna klaar. Wat is het speciale aan deze bus? Je hebt sowieso bijna geen ouderwetse Engelse dubbeldekkers meer. En nou al helemaal niet helemaal bestikkerd met de illustraties van Fiep. Dus als we bij basisscholen of zo staan, dan rijden we een klein rondje van 2 kilometer. Maar ja, dat hobbelt en dat schommelt, dus dan zijn kinderen helemaal gelukkig. Welke tekeningen van Fiep vind jij nou het mooiste? Nou, ik ben dus echt groot fan van Otje. Die vergeten mensen nog wel eens, maar nee, dat is wel echt mijn lievelings.